De Stichting Dierenbescherming Suriname organiseert voor de 10e keer het sterilisatieproject. De stichting wil met dit project het zwerfdierenprobleem in Suriname verminderen. Het thema dit jaar is Yipi Udagu, Yipi Aladagu. Farisha Imamdi, projectcoördinator, zegt dat het project voor poezen en honden bestemd is. Ten aanzien van de honden steriliseren zij slechts Surinaamse rassen. De dieren worden gesteriliseerd door 5 Nederlandse dierenartsen en verschillende Surinaamse dierenartsen die op dagbasis meehelpen. Imamdi vertelt waarom alleen de honden van Surinaamse ras worden gesteriliseerd. Als je op elke hoek van de straat ziet, dan zie je alleen maar Surinaamse honden die gedumpt worden. En, je gaat zelden een rashond zien die op straat is. En als een rashond op straat is, dan komt dat omdat die hond of ziek is. En de mensen kunnen het niet betalen om naar de dierenarts te gaan. Dus het is uitsluitend de Surinaamse rassen die eigenlijk gedumpt worden. En dat probleem willen wij dan verminderen. Per dag worden minstens 75 honden en poezen gesteriliseerd. Vanuit Nederland steunt de Stichting Vrienden van Dierenbescherming Suriname met kennis en geld. Sterilisatie van een hond of poes is een eenmalige operatie waarbij de hond of poes onvruchtbaar wordt gemaakt en dus nooit meer pups of kittens kan krijgen. De operaties worden verricht op het dierenasiel. Imamdi zegt verder dat dit project de afgelopen jaren is gegroeid. Ook wil zij de gemeenschap erop attenderen om vooral de gemaakte afspraken na te komen. Het project loopt tot en met 2 maart. Steeds meer mensen geven hun honden op, dus hun dieren, honden en poezen. Dus mensen realiseren zich wel dat hun dieren gesteriliseerd moeten worden. In plaats van dat ze dieren alsmaar dieren, dus elke keer die puppies krijgen. En dan, als je het niet kwijt kan, dan worden ze gedumpt. Dus mensen realiseren zich wel dat het belangrijk is om hun dieren te steriliseren. Degene die hun dieren hebben opgegeven, dat ze echt daadwerkelijk komen. Want 75 SID is eigenlijk niets. We vragen een kleine bijdrage omdat we een zwaar gedoneerd project zijn. Dus dat mensen gewoon gebruik moeten maken van de gelegenheid. Farisha Imamdi, projectcoördinator van het sterilisatieproject dat dit jaar voor de 10e keer wordt georganiseerd.